voordat de video begint wil ik even zeggen dat 70,9% van jullie nog niet is geabonneerd. Dus druk even op dat knopje. Het is niet zo heel moeilijk, gewoon even druk het knopje in. Ja? Gedaan? Oké, mooi. Of moet ik even wachten? Ja, ik wacht wel even. Ja? Ben je zover? Top! Nou, dan kunnen we door naar de video. Hallo dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar weer een goed nieuw vlog hier op Team Park Reporter. Het is vandaag een hele zonnige dag. Ook wel een klein beetje een bijzondere dag. Want ik sta nu ook voor het Efteling. Of ja, niet Theater de Efteling. Niet eens het Efteling Theater, Theater de Efteling. Want Caro die is verlengd tot 2023. Dus het loopt zo goed dat ze het gewoon hebben verlengd naar 2023. Dus je kunt nog volop genieten van Caro hier in Theater de Efteling. Maar ik sta hier niet zomaar, want hier gaat zo meteen om 12 uur iets plaatsvinden. Maar dat we zien zo meteen wel. Ik ga eerst even kijken, want het park is in principe nog niet open. De attracties zijn nog niet open. Het is nu even kijken hoe laat. 9:30. Dus het is nog een klein half uurtje wachten voordat de attracties open gaan. We gaan het hebben over merchandise. We gaan het hebben over spookslot. En dan zie ik hier zo meteen weer om 12 uur. Want dan gaan we hier iets heel leuks doen. Dus ik zou zeggen, geef ons een duimpje omhoog. En abonneer. Want ik ben nog genezen bij de 800 abonnees. Help me even alsjeblieft naar de 800 abonnees. Dat zou heel erg fijn zijn. Dankjewel. Druk dan ook even het belletje in naast de abonneerknop. En dan zou ik zeggen, let's go. Zo, we beginnen eventjes lekker in Vogelrok, want hier is toch bijna geen ene drol te vinden nu nog. Want dat is wel een goede tip, maar als je naar de Efteling gaat, begin dan gewoon eerst in Reizenrijk, want dan is het lekker rustig. En dan kan je Vogelkwanten en eventueel nog Sirocco erbij. Dus we gaan eventjes Vogelkwanten en dan ga ik na mijn kwantsessie even iets vertellen over de merchandise rondom Vogelrok onder andere en andere grotere achtbanen. Zo, nou we komen dus net uit Vogelrok. We hebben wel een paar ritjes gehad. Eerst was ik in Sirocco geweest met Tim, Sophie, Brian en nog iemand. Ik wil even mijn klacht doen hoor, want ik kwam net een medewerker naar me toe die zei dat ik de andere beugel te hard dicht deed. Het is niet, zeg maar, zei het wel zo van let erop of zo, een beetje op een strenge manier vond ik. Maar is dat ook iets... rustiger kunnen vertellen wat mij betreft. Dus ja, nou ja, dat ben ik even kwijt. Jammer dat het een beetje zo, dat ze het op die manier moeten zeggen van let erop hè. Beetje met het vingertje wijzen zeg maar. Beetje jammer. In ieder geval ga ik denk zo meteen even nog een cadeautje voor Tim scoren. Want die heb ik namelijk nog niet. wel iets kleins, want ik zit nu niet heel erg... ik zit een beetje krap met geld. Ga ik eventjes een cadeautje scoren voor Tim en dan dadelijk om 12 uur lekker verzamelen bij het Theater de Efteling. Dus dan zie ik jullie daar wel denk ik. En anders als ik nog een attractie meepak en ik zie iets bijzonders, dan laat ik het ook jullie weten. Oh ja, trouwens, wauw, dat ben ik helemaal vergeten. We staan dus bij Vogelrok en er is sinds vorige week dinsdag was het officiële Rollercoaster Day. Dat betekent gewoon lekker in achtbanen gaan, sowieso. Maar ook dat de Efteling speciale merchandise heeft uitgebracht van Vogelrok. Dat zijn onder andere een pet, een mok en shirt. Het zijn dan twee petten. Je hebt een snapback en een soort met zo'n kromme buiging, zeg maar. Maar dat is dan van alle achtbanen. Dus je hebt er een van Vogelrok, zeg maar, op de mok. Dat vind ik zo gaaf.
Maar dan moeten we even naar de vaan lopen hier zo. De mok, zeg maar, op de achterkant van de mok staat, zeg maar, het logo van de wereld van Sinbad. En dat vind ik echt heel erg vet. Ik vind zelf ook de shirt van de Baron ook heel erg gaaf. Met dat tandwiel, zeg maar, wat dan boven op de ketting liftheuvel staat. De pet snapback vind ik ook heel erg gaaf, want daar zit ook dat tandwiel op. En je hebt er een van de Vliegende Hollander, van Joris en de Draak, de Python. En oh ja, sleutelhangers heb je ook trouwens, van Vliegende Hollander, Python. Ook een Van Vogelrok, die is ook heel erg vet. En voor de rest, ja, dat is begin ergens volgende maand worden die verkocht. Dus ja, dat was eigenlijk een beetje het nieuws over Vogelrok en over Rollercoaster Day en over nieuwe souvenirs. Volgens mij zijn de kabouters een beetje verdwaald. Waar was het in het Spookjesbos? Over Joris en de Draak. We rijden met twee treinen, dus dat is wel heel goed nieuws, want van de week had ik gehoord dat hij met één trein rijdt. Maar nu rijden we gewoon lekker weer met twee, dus goede capaciteit. We vliegen met verstoring, met inzittende mensen en hier de trein. Kijk, een kleine verbetering, het bootje daar zit ook mensen in, sorry. En hier zit ook mensen in. Nou, hier waar ik nu sta, bij je Spookslot, worden volgende week maandag souvenirs verkocht. Het gaat om een pin, een lichtgevende pin, oftewel de viool van Spookslot, die je ook in de show ziet en die waarschijnlijk ook terug gaat keren in Dans Macabre. En het gaat om een boek van 56 bladzijden die 2500 drukkingen heeft, volgens mij. Dus heel veel Efteling fans zullen of teleurgesteld zijn of juist heel blij. En ook veel van die boeken waarschijnlijk en ook pins zullen ook op Marktplaats verschijnen. Dus ja, dat eigenlijk een beetje over Spookslot. Ik probeer er volgende week maandag bij te zijn. Ook al wordt het misschien heel druk. En natuurlijk op 4 september is het natuurlijk het grote afscheid van Spookslot. En voor degenen die de Spooknacht hebben gewonnen, heel erg gefeliciteerd. Ik ben helaas niet één van de gelukkigen. Er zullen ook meerdere Efteling fans zijn. Want er was plek voor 2000 man, zeg maar. En ja, het is wel een beetje apart ofzo. Want ze doen het alleen, ja, een beetje raar. Omdat er zijn heel veel Efteling fans en dan doen ze het niet voor bijvoorbeeld alle mentouders of zo, weet je wel. Het is ook een beetje raar dat ik open is, dus denk ik elke keer dat er iemand achter zit of zo, vast wel, maar ja, in ieder geval dat eigenlijk over Spookslot. En dan moet ik nu even een cadeautje fixen voor Tim, want dat heb ik nog steeds niet gedaan namelijk. Ja, dat eigenlijk over Spookslot.
wel een leuk feitje over het spookslotbord. Die was een van de kettingen waren volgens mij geknapt. Maar zoals je ziet hangt er weer netjes bij. Dus dat is wel mooi. Ik nam er aan een stukje ketting, hing die half scheef. Even een foto. Dus, maar nu hangt hij weer mooi recht. Nou, iedereen heeft nu zijn cadeautje gehad. Zo, ik heb een cadeautje ook aan Sophia en aan Lois gegeven. Nu gaan we lekker het park en dan gaan we 1:30 voor me naar Ravelijn. En dan om 4:00 nog even. En om 4:00 nog even naar Wonderland. En het is echt lekker warm. Het is echt niet normaal. Ik zweet me helemaal dood, joh. Niet normaal. In ieder geval gaan we lekker het park in en dan gaan we lekker wat even rondlopen in die hitte. Ja, over een kleine 25 minuten begint hier het 4 uur feestmoment in natuurlijk Wonderland met de Efteling bewoners, zo ook dus Thomas aka Melle. Dus daar gaan we zo even van genieten en daarna gaan we naar de Vliegende Hollander. Ja, ik heb niet heel veel gefilmd omdat het een beetje chaos was en ja, sommigen waren een beetje aan de drukke kant, laat zeggen vooral Lucas. Dus we gaan zo lekker genieten van het 4 uur feestmoment hier in Wonderland. Het wordt helemaal leuk, helemaal gezellig. En dan gaan we zo meteen nog even de Vliegende Hollander in. Want ja, Lois wou er heel graag in en dan ga ik mee. Dus ja, het is nog steeds wel een leuke dag. En dan ga ik denk ik daarna naar huis of zo, I don't know. Dus op zich is het verjaardag wel leuk van Sophia en Lois en Tim. Bijna vergeten, maar haar het zit voor geen meter. Nou, fantastisch. Wil jij nog wat zeggen? Hallo, ik ben jarig. Ik ben 19 geworden. Ja, dus maar ja. Zo voelt ze zich niet. Nee, ik voel me geen 19. Ik voel me jonger. Dan. Oh, is dan hoe jong? Oh, gaan we close-upje doen. Hallo. Nee, maar we gaan zo meteen naar Wonderland. Even de Vliegende Hollander in. Een beetje afkoeling zoeken ook. En ja, gaan we zo meteen lekker Wonderland kijken. Ja. Nee, ik blijf hier staan. Happy birthday to you! En de heupjes los. Hey. Happy birthday! Echt hoor. Daar. En aangezien Sophie jarig is,
dacht ik, misschien wil jij de verjaarskaars onthullen. Oké, we tellen met z'n allen tot drie. Doe maar mee. En, één, twee, drie. Oh, ja. En nu gaan al die mensen nog even lang zoals leven zingen. Zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoera! 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 Nou, nu is het feest echt compleet. Weet je wat? Laten wij lekker taart pakken en naar de gasten toe gaan. Is dat een leuk idee? Wij komen lekker naar de gasten toe. En Sophie gaat mee. Sorry, Sophie. Wat is dit, Sophie? Zo dames en heren, en toen was er een eind gekomen aan deze vlog. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk hebben gevonden. En ja, dat was eigenlijk een beetje ook de verjaardagsvlog van Sophie, Lois en Tim. Dus het was heel erg gezellig om een leuk ze weer even gezien te hebben. En ja, het was echt super warm. Ik heb ook net even in de Vliegende Hollander even een ritje gemaakt. Het was al redelijk wel verkoelend. Nu ga ik dus weer richting huis. En is waarschijnlijk de eerste volgende keer dat ik weer in de Efteling ben. Ja, volgende week maandag, heel kort, maar dan ga ik denk ik geen vlog maken. Maar ik ben er sowieso 4 september, dus als je me tegenkomt, zeg even hi. Dus ik hoop dat jullie alsnog van deze vlog hebben genoten. Vergeet dan niet te abonneren, een reactie achter te laten, te delen met je vrienden en even het belletje naast de abonneerknop in te klikken, in te drukken. Help me even naar de 800 abonnees, zoals ik aan het begin van de video al zei, dus dat zou ik heel fijn vinden. Volg me even op social media, link daarvan zit in de beschrijving of de naam, hoe je het ook wil noemen. En ja, dan zie ik jullie graag weer waarschijnlijk de volgende keer hier vanuit Efteling, maar dan met de sluiting van het Spookslot op 4 september. Dus tot dan denk ik, later.